een hele uitgebreide functie is de patroonfunctie van Illustrator CSS. Het werken met patronen in CSS is helemaal veranderd. In deze demonstratie laat ik je even een paar voorbeelden zien. Ik heb hier een ontwerpje gemaakt, een heel simpel bloemvormpje. En ik wil daar een patroon van maken. Nou, dat gaat nog steeds op de ouderwetse manier. Je sleept het gewoon in je stalen palet en daar heb je het patroon te pakken. Het staat nu hier in het palet. Het motiefje heb ik niet meer nodig en dat verwijder ik. Wil ik dit patroon nu gaan aanpassen, dan was dat in vorige versies nog best wel een werk. Dan moest je dat eruit halen, aanpassingen maken en weer als patroon definiëren. Nou, dat gaat sowieso nu al een stuk makkelijker. Wat je simpelweg hoeft te doen is dubbelklikken op je nieuwe patroonontwerp in het stalen palet. En zo gauw je dat geklikt hebt, zie je direct een voorbeeld van het nieuwe patroon. Je ziet dat er wat, hier staat het origineel, maar daaromheen staan wat herhalende elementen. Zodat je kunt zien hoe het eruit zou gaan zien als je dit element als patroon zou toepassen. Er verschijnt ook een palet hier onderin. We beginnen even onderin. Daar zie je staan kopies 5x5. Dat betekent dus het voorbeeld laat 25 voorbeelden zien. Maar dat kun je terugbrengen naar een lager aantal. Of misschien wil je juist wel meer zien. Maar nogmaals, dit zijn alleen even voorbeelden. Het wordt ook wat gedimd weergegeven zoals je ziet. Als je dat niet wil, dan kun je hem op 100% zetten. En dan staat het gewoon op deze manier voor je. Ik laat hem even op die 50% staan. En nogmaals, het zijn alleen voorbeelden. Het mooie hiervan is dat je nu zonder problemen kunt blijven corrigeren. Stel, ik wil deze elementen allemaal een andere kleur geven. Ik selecteer er even een paar. Ik kan natuurlijk ook hier even kiezen voor selecteren. Zelfde vulkleur, dan pakt hij al die elementen met dezelfde kleur. En ik ga er even een opvallende wijziging op loslaten. Laat ik daar eens een lila voor kiezen. En zo gauw ik dat kies, zie je direct dat het patroon wordt aangepast. Nou, dit is al een hele fijne verbetering natuurlijk. Want nogmaals, in de vorige versies van Illustrator was dat best wel een klusje als je elke keer je patroon wil aanpassen. Nu kan dat dus live. Je hoeft niet elke keer je patroon opnieuw te definiëren. Het werkt, nog zeg het maar, veel gebruiksvriendelijker. Zo ook het schalen ervan. Als ik nu hier op een hoekpunt ga staan en ik sleep dat ontwerp naar binnen, dan zie je dus, mijn shift-toets daarbij ingedrukt houden, dat ik een verkleinde variatie van dit element heb. Ik kan ook die hele bloem selecteren. Ik herstel het even. Ik kies even de hele bloem. En als ik nu de hele bloem schaal, dan begrijp je het al, dan gaat dat motief ook meeschalen. Maar je ziet ook hier dat je dus meer ruimte op die manier kunt creëren. Hier zie je dus de tegel staan, dat is het herhalende element. En ik kan hetzelfde ontwerp dus ook op een andere plek zetten op de tegel, wat weer invloed heeft op het hele idee. Ik kan het ook juist weer groter maken. Ik zal deze even schalen aan die kant. En ik schaal hem dus nu eigenlijk groter dan de tegel. Dan zie je ook dat je overlappen kunt creëren. De manier waarop het overlapt kun je weer hier regelen. Ik kan er doorheen klikken en dan wordt op een andere manier de overlap gebouwd, zoals je ziet. De hoogte kun je ook en de breedte kun je ook hier aangeven. Je kan hier Size Tile to Art kiezen, dan staat hij weer keurig eromheen. En zo kun je op allerlei manieren aanpassingen maken. Dit is echter nog een heel basic patroon, want je ziet het gewoon als een soort badkamer getegeld worden. Alle elementen staan keurig naast elkaar. Hier kun je nog wat meer variaties maken. Zo heb je hier bijvoorbeeld Brick by Row staan. Dan wordt het op deze manier gesorteerd. En kies ik hier Brick by Row by Column, wordt het weer op een andere manier gesorteerd. Om dit effect goed te laten zien, maak ik even een ander motiefje. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar je zit nu in een compleet andere modus te werken. Een soort isolatiemodus. Je ziet hier een grijze balk staan. Wil je weer met je werkstuk verder, dan moet je besluiten wat je nu wil gaan doen. Cancel spreekt voor zich. Ben je klaar met de aanpassing, klik je op Done. En dan kom je weer terug in Illustrator. Ik ga nu een nieuw motiefje maken. Ik maak simpelweg een rechthoekje. Ik ga een baksteen maken. Ik geef het, laten we een beetje een rood
kleurtje geven en laat er een lichtgrijs lijntje omheen zetten. En ik maak het even wat dikker, zodat we het goed kunnen zien. Heel simpel dingetje. Sleep het in het Swatches palet. En het is een patroon. Het origineel mag weg. Ik dubbelklik het zojuist gemaakte patroon. En de patroonbewerker gaat weer open. Je ziet keurig wat dus de grid functie doet. Zet ze keurig bij elkaar. Maar nu switch ik hier naar brick by row. En dan zie je dat er, noem het maar gewoon, gemetseld wordt. En je kan zelf bepalen hoe de offset staat. Nu staat het precies op de half. Maar je kan 2/3 kiezen. En zo kun je zelf je correcties maken. Je kan hem ook bij column zetten. En je ziet dat je veel meer nu met patronen kunt doen. Als laatste hebben we daar ook nog een hex by column. Dat laat ik ook even zien. Aan de hand van een ander voorbeeld. En dan laat ik daar gewoon maar de veelhoek voor gebruiken. Die laat namelijk precies zien wat de gevolgen zijn. Ik ga een zeshoek maken. Laat ik daar een gele vulling aan geven. En een zwart lijntje. Oké. Ik sleep hem weer in mijn stalen palet. Patroon wordt gemaakt. Origineel mag weg. En ik dubbelklik mijn zojuist vastgelegd element. Je ziet, het wordt als een grid naast elkaar gezet. En nu kies ik die laatste functie, hex by column. En dit is natuurlijk een ideaal voorbeeld ervoor, omdat het zelf ook al een zeshoek is. Maar je ziet heel goed wat er gebeurt. Het wordt keurig naast elkaar gezet. En als een soort honingraad wordt het zo bij elkaar geplaatst. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden met die patronen. Je kan transparantie verwerken. Die overlapping kun je doen. Je kunt nu hele naadloze patronen maken waarbij de tegel eigenlijk niet meer te zien is. Dus er valt nog heel veel te experimenteren. In onze Illustrator cursus en ook in onze upgrade trainingen CSS zullen we je nog veel meer voorbeelden laten zien wat je met die nieuwe patroonfunctie van Illustrator allemaal kunt doen.